Nou, vrienden, dat is afgehandeld. Het hele gedoe met feestbeest. Ja, en mensen zien me allemaal goed. Ja, dat wisten we al vanaf het begin. Het gaat nooit wat worden. Eén grote ellende. En, nou, ringetjes ingeleverd en inpakken, wegwezen. Ja. En nu richten we onze aandacht, vrienden, ja, bij die Married at First Sight. Dus zitten we, ja, die Paula en die Remco, die hebben natuurlijk al die belachelijke moeder van die Paula, daar begint alles al mee. Die beginnen allemaal van die rare vragen stellen, weet je wel. Ja, margarine of roomboter? Roomboter, fout. Ja, dat is dan die moeder. Voorkomen doorgedraaid. Ja, en die zit dus de hele dag op de lip bij die Paula. Ja, dat kun je nagaan. Nou, en wat voor een vertegenwoordiger is die Remco, zeg, voor ons mannen. Ja, een hele, hele zwakke vertegenwoordiger hebben we daar gestuurd, vrienden. Oh, jeetje. Ik bedoel, het is zo. Hij zegt al geen woord. Er zit al totaal geen leven in. Weet je wel. Hij is zeg maar de eeuwige zes min. Dat is hij in het leven. Ja. Er zit geen sprenkeltje. Geen helemaal niks. En hij heeft ook nog eens een keer het uiterlijk. Alsof hij net uit de wasmachine komt. Na het vierde programma. Oh, weet je wel. En dat kon je ook zien. Bij die Paula, want die had gewoon bij die het hele huwelijksvoltrekking, had die gewoon nee moeten zeggen. Ja, want je zag aan haar gezicht, oh god, hier val ik totaal niet op, dit vind ik helemaal niks. En zeg dan gewoon nee. Nee, en die gaat ermee door. En ja, en die arme, ja, die Remco. Maar ja, goed, dat heb ik al gezegd. Die Remco, daar zit ook helemaal niks bij. Ja, en hij is dus, officieel kunnen we hem bijschrijven in het rijtje sukkels. Hij is gewoon een sukkel. Ja, goed, en dan hebben we die Paula. Nou, dan hebben ze het over dat de aarde is aan het opwarmen. Nou, niet bij Paula hoor. Nee, vrienden, daar warmt helemaal niks op. Die heeft, ik weet het niet, die heeft geloof ik de laatste 15 jaar in een koelcel gewoond. Want het is toch ook wat? Ja, die wil, oh, kom niet aan me. Oh, nee, oh, voel ik iets? Oh, die... Ja, die is zo koud, vrienden, die dame. Ja, daar krijgt een ijsgods rillingen van. Ongelooflijk. Hé, hey, nou goed, en dat hebben we dus dan samen. Dus we hebben dan een sukkel en we hebben hier een koelcel. En dat moet al hartstikke leuk en verliefd op elkaar worden. Nee, vrienden, laat zitten. Heel snel mee stoppen. Dat gaat net als met feestbeest. Het zit maar wel goed. Dit wordt één grote mislukking. Maar dat wisten we natuurlijk al.